Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Ja, hallo. Ja, hallo. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Begonnen. En het thema is... Warenhuizen. Warenhuizen. Oh, wat hou ik van warenhuizen. Ja? Ja, ik ben echt, daar ben ik echt wel... Een beetje een soort nowhere land, wat heel fijn is, hè? Grote fan van, ja. En dan we beginnen met deze week. Dan hebben we dus de warenhuizen. We hebben suikeroom. We hebben suikeroom. ja, ja, zeker. Noem. Duvel. Ja. En ons inloopuurtje. En inloopuurtje. Nou ja, dus heb je zelf natuurlijk... Maar dat zeggen we straks wel. Maar Mark-Marie en Isa @tunimedia.nl. Kan je alles nou opsturen. Ook vragen of zo. Nee, klopt. Zodat je een vraag hebt. Nee? Vinden iets. Of vinden iets er helemaal ja, achter. Ja, tuurlijk. Ook nog. Mark-Marie en Isa vinden iets @tunimedia.nl. Mark-Marie en Isa vinden iets @tunimedia.nl. Wij vinden het echt heel leuk als jullie iets insturen. Mark-Marie en Isa was op zich genoeg geweest. Makkelijk. Maar ja. Nee, weet ik niet waarom. Maakt het niet uit. U kunt het vinden. Hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Hoe was jouw week? Nou, ik ben bij de Bosbios geweest. Wat ik ooit als tip heb gegeven. Oh ja. Maar dit keer omdat toen ik je zag draaide. Mijn film. Ja, maar ik vind dat zo raar. Ja. Eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet mijn film. Film naar aanleiding van mijn boek. Ja, boek, ja. En daar was ik voor gevraagd of ik een voorwoord wilde doen. Het was in buiten. Ja, dat buiten. Is dus bij de Hoornerboeg. Dat is bij Hilversum in de buurt. En dat is een prachtig, echt hele mooie locatie. En dan staat er een heel groot scherm. En het zijn allemaal van die lekkere stoelen. Eigenlijk van die zonnestoeltjes. Oh. En er staan liggen dekens klaar. Je kan van tevoren een drankje halen. Er liggen, dit keer zag ik een grote zak chips liggen. En je kwam binnen en kreeg je een ijsje mee als je wilde. Oh. Dus dat is allemaal heel leuk verzorgd. En dan heb je dus een koptelefoon. En dan krijg je een voorgesprekje met mij dit keer. En dan ga je de film kijken. Is dan druk? Ja, er waren echt iets van ruim 250 mensen. Oh. Ja, dat was best wel veel, ja. Zeiden ze. Maar dat voorgesprek, ja, dus dan natuurlijk, dat merk ik toch elke keer wel. Dat ik denk, ja, ik ga toch weer elke keer zo terug naar dat verhaal. Ja. Want daar vragen ze om. Ja. En dat is natuurlijk, ja, ik ben alweer 14 jaar verder. Ja. Dus ik dacht wel, van, ik had ook gezegd, want die vrouw die mij aankondigde, die zei, nou, en Isa kijkt dan straks ook de film. Dus toen ik klaar was met mijn korte introductie van het kwartiertje, zei ik, nou, en nog even, ik ga dus niet meer de film kijken, want ik heb hem twee keer gezien en dat was genoeg. Ik bedoel, het is mijn leven en bla bla bla. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Maar het rare is dat je dan zo klaar bent met dat verhaaltje. En dan ga je weg. Maar dan voel je net de koningin. Want dan moet je dus langs al die mensen. Ja. En iedereen zo dag, dag. Oh, mooi. Oh, dag, dag. Dus dat was echt een beetje... Vond ik een beetje onhandig. Dan zien ze zo jouw auto. Zo is die zie mij zo wegrijden. Nee, dat niet. Want dat is veel verder. Je moet een hele wandeling maken voordat je daar bent. Maar je moet langs hun om weer... Hey. plezier, hè? Ja, maar goed. Ja. Dus dat is sowieso natuurlijk altijd typisch. En dat is bij jou helemaal zo. Dat heb je ook als je een voorstelling maakt over dingen die echt gebeurd zijn. In ieder geval heb ik altijd. Ja. Dat je nou niet je best moet doen, maar dat je moet realiseren dat het niet zomaar een anekdote wordt. En dat altijd dat gevoel erachter blijft. Want voor je het weet, er is één zo'n hele goede film, is een eigen toneelstuk, Six Degrees of Separation. En dan gaat het over een echtpaar en die komt iemand tegen en die liegt eigenlijk heel veel. Maar die vertelt verhalen en... Die ligt hun op. En uiteindelijk zitten ze op alle verjaardagen dat verhaal te vertellen. En dat gaat op een gegeven moment los van het gevoel. En wordt het een verhaal. Ja. En dat is... Ik snap wat je bedoelt, hoor. Ja. En maar ik merkte dus dat ik dat wel weer intens vond. Ja. Dat ik dacht, ja, dat is dus wel een emotie. En ik schiet daar dan ook wel in. Dat hou ik dan weer tegen, natuurlijk. Maar dat ik echt naar huis ging en dacht, oh ja, ik moet dat niet te vaak doen. Nee. Het is voor mij zo ver terug. Ja. Terwijl ik dan wel zie dat mensen dit heel graag willen zien. Omdat het voor hun nieuw is. Precies. En voor hun misschien heel actueel in hun eigen leven, ja, speelt. Dus, maar het is ook wel goed dat je het tegenhoudt. Want als je
in zo'n bos voordat de film begint. Helemaal... Dan gaan die mensen huilend mee. Af, zo langs al die mensen. Ja, dan denken die mensen, nou, oh, jezus, even geen chips rustig. Meer voor mij. Hoor. Ik ben eventjes, ik ga naar huis ook huilen, snap je? Dus je moet, het is ook nog een, ja, een soort... In balans. Ja, maar het is, ik weet dat... In de voorstelling zong ik dan Laat me niet alleen van Jacques Brel. En dat begon ik met een verhaal over Karim. En dan dwong ik mezelf elke avond om wel daarin te gaan in het gevoel. Omdat anders dan wordt het een soort leeg lied. Ja, dan kunnen mensen. Ik hoor wel eens mensen zeggen: nee, dat doe ik in de repetitie. En 's avonds en dan het publiek moet huilen, maar jij niet. Nou, dat werkt bij mij niet zo. Oké. Okay. Dus ik moet dan toch weer op zoek naar dat echte gevoel. En dan, dat is best wel heftig om dat elke avond te doen. Zeker, dat snap ik. Daarom doe je het ook niet meer. Nee, daarom doe ik het ook niet meer. Het is klaar met die emoties. Nee. Met een gevoelloos mens geworden. Ja. Heerlijk. Ja, fijn hè? Ik vind het heerlijk. Ja. Nee, dus en goed, dat hebben we. Wij zijn naar de parade geweest. Ja, dat was eigenlijk mijn. Oh, nou, dan sla ik dat over. Nee, hoor. Ik kan nog iets vertellen. Nee, nee. Want, we zijn naar de parade geweest. Maar het was leuk. Ja, en wie kwam ik Fukurama daartegen. Het is echt te grappig. Dat is jouw verhaal. Ja, vertel. Wie kwam ik tegen? Ronald Molendijk. Ja, je zegt het nu ook goed. Ronald Molendijk is die man van Shownieuws. En die hebben wij toch heel vaak uitgelachen. Hij en zijn vroegere collegaatje. Hè? Ja, ik heb er altijd heel smakelijk om gelachen. Ja. Over dat hij was als DJ en wij maakten zo grapjes omdat hij op seksfeesten vonden wij prima. Maar daar hadden we allemaal ideeën van dat hij dan de plashoek moest staan. Dat hij die singeltjes mee. En dat hij allemaal van die speellijst had die hij dan had geplastificeerd. Omdat het natuurlijk allemaal schoongemaakt moest worden in die seksfeesten en zo. Dus daar hadden we even een grapje over gemaakt. En toen had hij daar in Shownieuws echt een momentje voor gevonden, gevraagd, denk ik. Om echt te zeggen dat hij dat niet vervelend vond, maar dat we niet goed opgelet hadden. En dat het niet klopte. En dat hij echt niet met de pick-up en singeltjes. Maar dat snapten wij natuurlijk zelf ook wel, dat hij niet met singeltjes daar staat. Maar goed, maar dat was allemaal eigenlijk in lichte toets. Het was nooit naar of zo. Altijd vanuit een goed hart, toch? Altijd met een heel groot goed hart. Mm. En toen kwamen we op de parade en toen zag ik dat hij in een van die tenten stond met een soort DJ. Ik weet eigenlijk niet eens. Ja, maar een soort voorstelling. Voorstelling. Drie keer op een avond. En toen dacht ik, dan loop ik langs de tent, dan zie ik hem misschien. Want ik ben wel dapper. Dat ik denk, dan moet ik er gewoon op afgaan. Dan moet ik niet hopen dat hij me niet ziet en ver bij die tent vandaan blijven. Nee, dat en zei zo. Je ook. Je zei van, weet je, dan gaan we hem zien, geef ik hem even een hand. Ja, geef hem een hand, dan is dat uit de lucht. Ja. Dat is ook makkelijk. En zo. Maar hij was helemaal niet rondom zijn tent. Nou ja. En toen stond ik bij de tent van Dick van de Toren. Want daar, naar die voorstelling waren wij naartoe. Gaan we, hartstikke leuk. King Lear. En met Alex samen een voorstelling. En die was hartstikke leuk. Dus wij stonden nog een beetje na te praten. Met Micha Wertheim en zijn vrouw. Dus wij stonden daar zo. En toen kwam Ronald Molendijk. Die wou zo naar voor de medewerkers door een poort. En toen stond hij daar zo. En dacht ik, nou, dit is het moment. Dus ik zei, Ronald! Dus ik riep hem echt. En toen keek hij zo. Hey! Nou ja, toen was het supergoed weer. En we hebben gehukt. Ik zag het allemaal. Want ik was met Alex aan het kletsen. Ik zag het op de afstand. Ik denk, oh god, daar is hij. Hij heeft hem gevonden. Dus hij was wel een beetje haastig. We hebben gehuild. We hebben, hij wilde wel weg, had ik het idee. Nee, helemaal niet. Hij stond de hele tijd zo bij dat hek. En jij hield hem maar vast. Dus ik zag hem een beetje terugtrekken. Bewegingen maken. Met in zijn hand. En nee, dat was helemaal... Dus, ja, dus dat was gaan echt heel grappig. De kerst samen vieren, hartstikke leuk. Nimmers uitgewisseld, ja. Dan komt hij met zijn hele urinedoos vol met singles. En dan gaan we er iets uitzoeken. Draaien, leuk hoor. Nee, dat was hartstikke leuk. Dus dan ben ik altijd blij. Want dan denk ik... Ik heb gewoon een hekel als je denkt... Oeh, als ik die manier tegenkom... Ik heb eigenlijk niemand die ik... Ik had toch wel een zelfde gedachte. Niet tegenkom. Maar zelfs die kan ik gewoon aan. Ja, toch. Ik kan met iedereen... zou ik tegen kunnen komen. Er zijn wel mensen die ik liever niet tegenkom. Kunnen ze jou allemaal tegenkomen? Dat is dan weer de vraag. Iedereen kan mij tegenkomen, ja. Ik ben... Nou, ik kan wel... Ik heb wel eens tegen iemand gezegd... Goh, ik was eigenlijk van plan nooit meer iets tegen jou te zeggen. Heb ik wel eens tegen iemand gezegd, maar... Oh. Nou, die was met iemand. En die met wie zij was, die vond ik hartstikke leuk. Ja, dus ze lopen de trap op.
En nou, en toen zei zij ook, ik zeg, dit is nou een heel onhandige situatie. Ik was eigenlijk een plan om iets tegen jou te zeggen, zei ik. Wat grappig dat je dat en dan toen zegt. En toen ging al het bloed uit haar hoofd. Oh. En, maar goed, toen heb ik wel uitgelegd waarom en zo. En zei, wat was allemaal niet waar. Nou goed, okay. Prima. Maar ik ben wel van de dappere wat dat betreft. Ja, dat is heel goed. Heel goed, ik ook. Maar het was jouw week. En het was ook nog eens mijn week. En ik ben natuurlijk begonnen met de opnames van hoorspel. Van een hoorspel. En dat is zo grappig. Ja, mochten we dat maar doen. Nee, dat mogen wij niet doen. Wij mogen alleen maar acteren. Oh, natuurlijk. Nee, maar die geluiden komen er toch wel tussendoor. Ja, die komen nog allemaal tussendoor. Maar wat het leuke is, is... Want ik dacht, dat is er allemaal niet. Maar de man van, van de techniek... Dat, die geeft ons wel al geluid op onze koptelefoon. Dus zij hebben daar geen last van. Want anders kan het natuurlijk niet. Je moet natuurlijk kunnen knippen en plakken in opnames. Oh, precies, ja. Dus je kan niet allemaal leuk in de ruimte dat doen. Maar hij geeft het op onze koptelefoon. Oh. Bijvoorbeeld strand of in een café. Een dat zou kunnen, maar dat is niet zo. Maar we zitten bijvoorbeeld een keer in een jazzcafé. Ze hadden echt jou moeten vragen. Zoveel leuker. Denk iets raar? Er zat iets in mijn oog. Ja. Maar, kan dat je heel... ook krijgen. Maar het is echt wel heel leuk om te doen. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn of raar zou zijn. Maar we staan tegenover elkaar of een beetje zo schuin. En het is eigenlijk heel leuk om te doen. Oké. Okay. Schappig. En het is leuk geschreven? Of is het, want het is heel mooi geschreven. Vind ik altijd zo van... dan moet u eens luisteren. Hoor eens hier. Snap je? Dat was zo van vroeger, hè? Ja. Ja. Nee, dit is wel echt modern. Van modern. Een boek. Parnassia. En het is echt... Ja, ik vind het heel mooi. Dus ik waar ben er wel trots over? Op. Een vrouw. Een vrouw. Ik. Jij. Deze vrouw. Hoofdrol. Hoofdrol. Sissy. Sissy. Nee, ze heet geen Sissy. Er wordt gebeld dat de vader is overleden. Ik heb het slecht. Ja, ik vind het echt jammer dat ze jou er niet bij halen. Ik ga het toch nog even voorstellen. Dring! Ik heb slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws. Ik heb gestoord, maar ik moet u echt even wat slecht nieuws brengen. Drie keer raden wie er dood is. Het is uw vader. Papa. Papa is dood. Ach, papa. Ik ga er met de koets naartoe. Of zullen we eerst nog champagne openmaken? Ja? Jezus, zeg. Hartstikke goed. Maar goed, je hoort dus onverwacht. Het is jammer dat jij niet met dit soort dingen wil doen. Dat je vader dood is. Mijn vader is overleden. En dan ga ik mensen bellen uit het boekje. En dan blijk ik een oom te hebben. En dat is de broer van mijn moeder. En dan ik ben de broer. En iedereen blijkt Joods te zijn. En we zijn allemaal Joods. Joehoe, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, flapstaart. Of niet. Ja, dus dat. Ik loop nu even naar de melkkeuken. Want die hebben aparte keukens. Ja, is kosher. Me altijd verteld. Kosher. Nee, maar ook een keuken voor de melk en een keuken voor vlees. Weet ik allemaal niet. Zijn de keuken voor doperwten? Allemaal losse keukens. Serieus. Keukens, ja. Dus ja. Ja? Dus manden maken, die doet goede zaken. Met de want die Joodse families. Die heeft allemaal aparte keukens. Wisten jullie dat? Dat die allemaal aparte keukens hebben? Nee? Het zijn er maar serieus. Twee, maar dat geeft niet. Twee keukens, maar toch. Er zijn toch meerdere twee, keukens? Twee, dat zijn meerdere keukens, absoluut. En mandenmakers heeft daar zeker profijt van. Dat kan niet anders. Ja, ja. Maar goed, het verhaal loopt een beetje slecht nu. Nee. Dus die zegt van dat jullie Joods zijn. Het is een zoektocht. Het is een zoektocht om toch mijn moeder weer te leren kennen. Omdat zij mij eigenlijk heel snel nooit meer wilde zien. Ik heb in opvangplekken gezeten. Dus, omdat je wij zijn weggehaald. Was, nee, wij zijn weggehaald. Omdat de situatie thuis onhandelbaar was. Ja. Mijn ouders waren niet goed. Oh, niet goed. Met elkaar. En ook niet voor ons. Oh. En hebben dus gewoon allebei een heel traumatisch verhaal. Precies. En ik heb een zoon. Die wordt gespeeld door Jesse Mensa. En Nettie Blanke speelt mijn moeder. En het is superleuk nogmaals om te doen. Maar goed, hoe was jouw week? Ja, we gaan er met de paardjes vandoor. Daar komt je moeder. Een beetje een cowboy verhaal wordt het. Het is ook leuk. Ja, het is ook een beetje een cowboy verhaal. Mijn week was dus prima. Dus nou, toen we op de parade waren, vond ik ook nog zoiets heel grappigs. Want dat is toch... Dat vinden, mensen op de parade vinden zichzelf altijd uber cool. Hè? Die denken altijd, we zijn helemaal het zo. Maar... Vonden wij ook toen we daar stonden. Nee, het publiek bedoel ja, ik. Ja, oh ja. Nee, niet zozeer de mensen staan. Maar, maar dan loop je daar rond, is het heel druk. En dan staan er bijvoorbeeld, hebben ze bijvoorbeeld twee... Er zijn er weinig stoelen en tafels waar je kan zitten. Dan staan er
twee tafels aan elkaar met allemaal stoelen eromheen, waar alles zo af en toe een jas op hangt. Daar zit niemand. Nee. Die mensen staan ernaast. Dan staan er, zijn er kinderen aan het voetballen. Die horen ook bij die lege stoelen. Daar gaat verder helemaal niemand zitten. Maar die stoelen zijn bezet. Die kan je niet pakken, want daar hebben ze allemaal dingen op gelegd. Daar is eigenlijk niks beter, vind ik, als in een hotel waar ze 's ochtends hun handdoeken of een beetje klaarleggen. Daar doen zij ook aan mee. Ja, daar kijken ze zelf een beetje op neer om dat soort mensen die een handdoek op een strandbedje liggen. Maar zelf doen ze precies hetzelfde. Ja. Alleen ja, dan op de parade en op een stoel. Ja, nee, wij stonden echt zo met ons kopje thee van, en nu? Ja, nee, deze is bezet. Oh ja, nee, deze is bezet. Ja, omdat die mensen bij een voorstelling zijn die anderhalf uur duurt. Dus er kan iemand anders even op die stoel zitten, maar dat kan dan niet. Nee. Vind ik echt zo stom. Ja. En wat ik ook nog, wat me ook nog opviel deze week, was bij RTL Boulevard hadden ze het over Max Verstappen. Nou, dat vind ik prima. De heel stuk over Max Verstappen. En oh, hoe geweldig het was. En had dan verloren. Maar ja, dat was dan helemaal niet erg of zo. Ik weet het niet. Maar het maakt me ook allemaal helemaal niks uit. Nee. En is er koning daar ook naartoe gegaan. Hmm. Want die moet natuurlijk, die prins Bernhard, die daar heel de tent gekocht heeft, moet hij natuurlijk promoten. Want het gaat misschien weg. Volgend jaar of het jaar erop. Of ze willen ze daarmee ophouden in Zandvoort. Dat mag natuurlijk niet, want die prins Bernhard heeft er heel veel geld zitten. Dus die wil daar dingen. Dus komt hij. Ik weet zeker dat het allemaal zo werkt. Okay. Prima. Vind ik allemaal, vooral met z'n allen lekker doen, vind ik helemaal niet erg. En daar hebben ze dan bij RTL Boulevard over. Dus die Frank Daans en die Daan. En dan komt Erik de Munnik. Erik de Munnik gaat dan hebben over J-Lo en over Emily in Paris. En daar gaat die Frank Daan. En die Daan doet daar dan een beetje zo smalend over. Zo van, oh ja, oh, dat is natuurlijk voor jou heel fijn, Erik. Dus Emily in Paris komt weer. En oh, J-Lo, wat een leven. Oh. Daar doen ze dan een beetje zo neerbuigend over. Terwijl, je moet heel dat gedoe van de Max Verstappen, moeten we allemaal helemaal serieus nemen. Dat moeten we allemaal helemaal geweldig vinden. Maar als iemand anders iets anders leuk vindt, dan doen ze daar zo'n beetje zo een beetje smalend over. Het is ook een beetje flauw, want het is zijn onderwerp. Het is altijd zijn over onderwerp. Het is hun programma ook. Ja. Dus het is je eigen programma wat je ziet af te zeiken. Dus ik begrijp ook helemaal niet waarom dat ze dat doen. Nee, maar soms is dit ook wel een beetje in crowd als ik het zie, hoor. Dat ik soms wel eens denk, oh ja, je hebt heel leuk met elkaar. Maar je moet ook niet vergeten dat wij zitten te kijken. Ja. Ja. Het heet van die inside-grap. Of doen wij dat ook? Nee, dat doen wij niet. Iedereen is helemaal welkom bij helemaal, ons. Mag allemaal aanschuiven. Ja. Nee, dus dat vind ik vrij stom. Ja, dat snap ik. Ja. En we moeten natuurlijk even vragen, wat heb je op je hoofd? Oh, ja, dat heb ik nog niet verteld. Ja, ja. Ze hebben daar stukjes uitgehaald. Of hier hebben ze een stukje uitgehaald. En hier hebben ze een soort iets afgekrapt. Nou, dat doen ze echt afkrabben. Want je moet mee? Zo. Je moet gaan. Ja, met iets wat ze. Met een nagel. Wat licht. Iets wat ze. Mag ik jouw nagel leven? Zo, de bijten ze op. Nee. Ze doen dan. Ze verdoven. En dan zegt ze, ja, dit is even vervelend. Maar dat is echt wel een nare prik natuurlijk. Want dan gaan ze gewoon met de naald gewoon in en uit. Daar is helemaal nog niks aan verdoofd, zeg maar. Waar krijg je die verdoving? Ja, waarschijnlijk ook waar ze het gaan doen, zeg maar. Dat vroeg mama. Jij deed zo. Dus ik dacht, wat bedoel je? Oh nee, sorry. Maar dat deed ik omdat ik dacht, dan kan ik hier, maar het is natuurlijk de spuit hier eronder. En hier spuit ze ook eronder of zo. En dan is het verdoofd. Naar boven voelde ik wel dat ze aan het krabben was, zeg maar. Maar hier voelde ik helemaal niks van. En dit moest echt gehecht worden. Dus moest echt een stukje uit. En dit moest ze gewoon afkrabben. En dan heeft ze zo'n krabbertje. Zo'n lancet of zo. Zo'n ijskrabbertje van de auto. Ja, of zo'n ja, of zo'n, nou ja, eigenlijk volgens mij een soort, nou niet een kaarsgraaf, maar een soort, wel dat je gewoon zo. Okay. Dus ik voelde ook wel dat ze zo. En ik voelde ook wel, het was een beetje pijn, maar niet heel erg pijn. Maar en dan voelde je zo dat ze dingen. En dan. En dit is het dan? Dat moet en dan dit hechten, is het dan, ja. Dan, ja. Hoe lang moet je het pleistertje erop? Nou, dat mag eraf volgens mij. Maar het is nu echt gewoon nog zo'n rommelig. Ja, dus ja. Natuurlijk, ja, als je met een mes aan je hoofd afkrapt, dan is het meestal niet een heel fijn gezicht. Maar het komt allemaal goed. Hebben ze beloofd. Hebben ze beloofd. Nou, als je oude afleveringen terugkijkt, weet je wel, ze doet. Maar dan zie je dat ik hier zo'n pukkelachtig iets heb. Dacht ik, nou, dan eerder dat voordat het een verrat wordt of zo. Weet je wel. Ja, weg ermee. Ja. Mijn oma had een verrat midden op haar hoofd, zo hierboven. En dan zei ze altijd dat. En dan geloofden wij vroeger ook dat ze aan het helpen was met mijn opa om een schilderij op te hangen. En dat ze toen de spijker in haar hoofd had gekregen.
En die zat er nog. En die zat er nog. En wij geloofden daar. Ja, wij waren natuurlijk ook... Ja, we kwamen uit Brabant, wisten wij veel. Ja, Tilburg kan je allemaal niks aan doen. Nee, daar kan je gewoon niks aan doen. Nu wel, want je hebt het te lang geloofd. Iedereen in Brabant gelooft zoiets. Ja. Goed. Nou. Was het... Ja, ik heb ook gehad. Oh, ja. En Anthony was jarig. En ja, dat wil ik nog even zeggen. Want... Ja, want dat is ook iets natuurlijk. Okay. Waar we het net over hadden van hoe lang... Want jij hebt natuurlijk heel veel... Nee, maar je hebt heel veel van die dagen in het jaar. Nou, veel, best wel veel. Sterfdag en de... Geboortedag. Geboortedag. Begrafenis misschien. Trouwdag. Nou ja. Ja, dat zijn eigenlijk de drie dagen wat mij betreft. Ja. Trouwdag, geboorte, sterfdag. Ja. Nou, ik vond het zo grappig, want dan deel ik iets. Vind ik dan leuk. Op Instagram had een heel leuk oud fotootje van... wat bij, naast Vlinder de Bed staat van Anthony. Het is echt zo'n babyfoto. Dat, dat vind ik wel leuk om te delen. En dat is heel lief dat mensen dan zeggen... Oh, je sterkte met deze dag. En tuurlijk. Ja, dat is heel lief. Maar ik probeerde juist heel erg positief van... Hè, ik vier het leven. Het is leuk dat je er was. Leuk dat je er was. Doei. Het komt er niet. Daar is uitgang. Ja, nee. Nou, die had hij zelf al gevonden. Maar, dus nee, maar dat het niet zo treurig is of zo voor mij. Ja, maar dat is natuurlijk voor mensen moeilijk inschatten. Ja, ja. Had ik er misschien bij moeten zetten. Ja. Want mensen zeggen dan sterkte of... Ja, maar hij wordt nog steeds zo gemist. Ja, dus lief. Dus hartstikke lief. Super lief. Want ik denk dat als reactie is het veel moeilijker om... Mm-hmm. Want je zegt dan moeilijk, ach, kom op, vier het leven en zo. Ja. Dat ga je niet zeggen tegen jou. Nee, wat wel mag. Ja, maar toch wat mensen toch minder doen. Ik zou je ook meteen deleten, maar... Nee, maar het is best... Kijk, je kan eigenlijk als je vanuit je gevoel iets zegt... nooit echt iets totaal fout zeggen. Nee. Ja, maar goed, dan moet je gevoel wel een beetje kloppen natuurlijk. Want er zijn natuurlijk mensen die uit het gevoel dingen zeggen. Maar als je het eerlijk... dan kan je eigenlijk nooit echt iets fout zeggen. Kijk, het probleem is dat dit is iets wat je niet met je inner circle deelt. Dit deel je met de wereld. Als in heel veel dingen, mensen kunnen daarop reageren. Ja. En het zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen die ik ook helemaal niet ken. Nee. Dus die een heel eigen verhaal daarbij hebben. Maar dit is, nou, het is allemaal super sweet. Maar dat vond ik... ik heb het echt nog nooit zo gevierd. Zijn verjaardag een taart gegeten. Oh. Daarna zijn we nog gaan eten. En toen zei Ami, de moeder van Antje, ook echt... Het was echt heel gezellig vandaag. Dat wat hebben we gedaan. Ja, nou, dat is heel onverwachts, maar leuk. Zo spontane actie was Want het. Stel, hè, want je bent allemaal aan het daten en zo. Je ligt met Jan allemaal in bed. Ja. Het zou je dan... Zo druk mee. Nee. Moe. Nee. Wat zou je die dan meenemen? Nou, daar hadden we het dus over. Oh. Dat is wel leuk. We hadden het erover. Stel dat er nou een nieuw iemand komt. Wanneer gaat hij mee naar kerst? Het kerkhof. Of dat. Maar ook Marlijn zat erbij. En die zei op een gegeven moment... Ja, en als ik hem nou een ontzettende eikel vind... En bijvoorbeeld de broer vraagt... Heb je zin om met ons te eten, Isa en Pieter? Ja. En dat Marlijn dan denkt... Oh, Pieter komt ook. Ja. Ja, dan toen zei ik... Oh ja, dat kan natuurlijk ook allemaal. Dat hebben we nog helemaal niet gehad, zoiets. Nee. Dus dat wordt natuurlijk super interessant. Ja, zij worden wel steeds ouder. Er een beetje overheen zetten. Want mama heeft ook wel eens iemand. Ja, maar hij kan natuurlijk ook denken, ja, nou, dan kom ik niet. Nou, maar dat zou wel, dat vind ik dan niet oké. Oh, dat zal ik even doorgeven. Ja, nee, maar als het voor de verjaardag van Anthony is, dan vind ik niet. En je kan ook moeilijk zeggen van, ja, maar want hij is niet zo dol op je. Dus als jij dan even, als jij in de auto blijft, dat kan ook niet. Nee, ja, het is raar, hè? Ja. Maar het is allemaal heel hypothetisch, dat weten we allemaal nee, niet. Maar ik bedoel, Harry moet wel mee naar binnen. En die hoort er ook bij gewoon dan. Maar heb ik Pieter en Harry? Nee, dat lijkt, dat snap Harry ik wel dat dat lastig is voor Marlijn. Het is gewoon Harry. Alleen Harry. Alleen okay. Harry. Ah, okay. Ja. Nou, we gaan zien hoe het uitpakt met Harry. Ja, want Harry is er nog helemaal niet. Daarom. Dus of Harry bevalt. Hè? Precies. Warenhuizen. Nee, maar voordat we natuurlijk... Ja, even wachten, want ik zie iets aankomen. Oh, echt? Warenhuizen. Warenhuizen. Ik ben dol op warenhuizen. Leuk, hè? Wat is het leukste warenhuis? Wat je, waar je ooit bent geweest? Nou, ben je veel geweest? Ik ben... Ja, we gaan heel vaak naar het warenhuis, omdat het zo'n lekker... dwaal iets is. Je kan zo'n beetje rondhangen. Er is van alles wat ik fijn vind. En niemand let ook heel erg op je. Vind ik ook fijn. Dus als je een kledingwinkel binnenkomt, dan kom je echt zo binnen. Zo van, oh, kan ik u helpen? Ja. Nee, kijk even. Ja. Maar dan nog, ja. En dat is bij een warenhuis niet. En ik vind het heel fijn. Dus als wij in Portugal zijn, gaan we altijd naar El Corte d'Anglais. Een korte dingles of zoiets zeggen ze het. Het is heel groot. Het is Spaans, geloof ik. En, zo klinkt het wel. Ja.
En dat is heel leuk. Dat vind ik. En ik vind in Londen, want dat rekenen zij onder warenhuizen, dat Fortnum en Mason vind ik altijd heel erg. Wat is dat dan? Dat is dus een warenhuis. Ja. Maar, wat is het verschil dan? Ze heel veel thee en koekjes en allemaal dat soort en jam. En... Is dat wel heel anders dan Harrods? En... Ja, zeker. En ze hebben een soort, ze hebben ook een restaurant waar je high tea kunt doen en zo. Maar ook kleding en andere dingen. Ja, dat is dan minder, maar ik geloof wel schorten en zo. Dus daarom dacht ik, is het een warenhuis? Maar het wordt gezien als een warenhuis, dus vandaar. En jij, wat is jouw favoriete? Nou, favoriet zou ik nu niet zo goed weten. Ik vind het ook leuk. Ik vind het heel leuk om inderdaad te dwalen. Ik kan er ook heel moe van worden, omdat je dan alles wil zien, eigenlijk het liefst. Maar ik weet dat ik als 12-jarig meisje ging, ik met mijn ouders naar Parijs en toen ging ik naar Galerie Lafayette. Oh ja. En ik weet nog dat ik helemaal een soort van overwhelmed was. Dat had ik nooit zo me gerealiseerd dat het zo. Ik vond het zo spannend en zo bijzonder. En ik weet dat ik van mijn ouders mocht, kreeg ik daar een soort vlinder van. Die heb ik nog jaren bewaard. Ik kon in mijn haar, maar die durfde ik bijna niet zo. Liet ik ergens staan. En dat was altijd voor mij de associatie met Galerie Lafayette. Ja, maar waar is hij nou? Nu is hij inmiddels vergaan en weg. Maar wij hadden natuurlijk een Vroom en Dreesman in Den Bosch. En dat was best wel een grote. Nee, Tilburg. Gaan we nou vechten over in plaats in Brabant? Den Bosch versus Tilburg? Den Bosch is echt een stuk leuker, zeg het maar. Nee. Leuker, nee, dat gezelliger. Zeg ik niet. Ja. Wij hebben een universiteit. Den Bosch heeft het helemaal niet. Nee, jullie hebben een rok. Kan je hebben Tilburg heeft het. Tilburg, ja, je bent er. Ja, mooi. Je bent er. Wat zeggen ze bij Den Bosch? Wat is de slogan van Den Bosch? Weet ik toch niet. Den Bosch, je bent er nog net, net niet. Je bent er bijna. Maar even doorrijden. Nee. Nee, maar goed. Dus dan ging je naar V&D. Ja, Vroom en Dreesman V&D. Ja, dat was, die hadden wij gewoon. Waarschijnlijk wel een van de eerste Vroom en... Nee, echt niet. Echt niet. De eerste was in Amsterdam en wij hadden in Tilburg ook weet heen. Ik. Maar ik bedoel, daar kwamen langzaam kwamen er meer. Maar dat was Den Bosch wel een van de eerste van ook. Ongeveer. Dat is echt niet waar. Nee, natuurlijk weet je dat niet. En jij ook niet. Dus wat klets je nou? Tilburg ook, zeker. Maar ik heb daar zelfs gewerkt bij Vroom en Dreesman. Als wat? V&D. Bij de kinderkleding. Oh, natuurlijk. Want? Nee, de kinderkleding. Hoezo? Ja, oh ja, natuurlijk. Hoezo? Nee, ik wil graag niet lachen. Uitleggen. Nee. Dat is zomaar gewoon natuurlijk. Natuurlijk, past je leuk. Ja. Lang? Maar eerst, nee, was het nou eerst, moet ik even nadenken. Volgens mij zat ik eerst bij de dameslingerie. Oh. En daar werkte ik met zo'n, oh god, hoe heette zij nou? Met dat paarse haar in die serie. Wordt u al geholpen? Oh, Mrs. Slocum. En zo'n soort vrouw had ik boven mij. Dat was mijn bazin. Ja. En zij vond niks goed wat ik deed. Oh. Maar ik was 15 of zo. Dat was echt moest je weg. Eerste baantje. En zij was super streng. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment echt in zo'n zijkamertje stond te huilen. Ik dacht, ja, ik wil dit niet meer. In een setje. Ja, ik weet niet waarom zij zo streng was naar mij. En toen, mijn moeder, zo grappig, die kende de baas, iemand, wou ik zeggen. De baas van V&D. Maar iemand die daar ook een hoge positie had. En daar had ze tegen gezegd, oh, is heel zielig. Ze zei, nou, maar dan gaat ze gewoon naar een andere afdeling. Maar die vrouw, dat vond ik wel heftig. Oh. Die heeft het wel had het wel een beetje verpest. Even Maar toen bij de kinderkleding ontspande ik weer een beetje. En heb ik niet heel lang volgehouden. Wat helemaal grappig was, heb ik dat wel eens verteld. Ik ga lunchen, een van de eerste dagen in de personeelskantine. Ja, je hebt de personeelskantine van V&D. Dus ik loop zo een beetje onhandig met dat blaadje en ik ga naar een tafel. Nee, ik zit al. En er komt een jongen naar mij toe, ook met een blad, en die zegt, mag ik bij jou komen zitten? Ik zeg, ja, tuurlijk. Dus die stelt zich voor. En die zegt, hi, ik heet Hoes. Ik zeg, wat zeg je? Ik dacht, dat is een grap. Ja. Ik zei, maar ik ben Isa, waren we allebei in Hoes? Dat was toch grappig? Ja. Ik heb die jongen geloof ik één keer nog gezien. Oh, maar het is geen familie. Ja, ook dacht van dat is misschien ja dat er nog een heel dat. Nee, ja. Het is een klein verhaaltje. Nee, zeker. Hartstikke klein, leuk. Grappig verhaaltje. Maar van een ontmoeting waarvan je denkt, nou, wat zijn de toevalligheden? Hij had wat ook ergens anders. Odds. What are the odds? Hij had ook een heel ander tafeltje kunnen pakken. Ja, zeker. Ja, goed, dat is mijn Vroom en Dreesman. Wij gingen vaak in Vroom en Dreesman. Vroeger had je daar nog een restaurant en dat deden ze gewoon aan tafel bedienen. Oh ja? Ja, zeker. En dan gingen wij, toen ik op school zat, ging daar dan naartoe. En de keer zaten we een keer met z'n drieën. Twee meisjes
Zij heette Jolanda. In ieder geval, we zaten met z'n drieën. En toen zaten een andere tafel. Ik weet niet of het wel hetzelfde is, maar in ieder geval. Toen zaten twee andere. Zaten jongens zaten zo aan een andere tafel. En die zaten achter een soort afscheiding. Maar die konden wel overheen kijken. Dus, en dat meisje wat bij ons zat. Dat zat heel vaak naar die jongen te kijken. Maar gewoon te kijken, verder niks of zo. En ineens, uit het niks, zegt die jongen ineens. Niet zo te kijken nog, ik ben homo. Oh. Dat wij dachten, ja, wij dachten helemaal niet. Zij dacht helemaal niet dat jij haar leuk vond. Of, hey, of maar wij schrokken daar heel erg van natuurlijk. Ja. Echt zo uit het niks. Oh. Ja, hij was een kapper, dus we hadden op zich wel kunnen raden. Oeps. Oeps, ik zeg niks. Nee, maar ik vind dingen, want ze zijn al oud, hè? Want je hebt de oudste is ja. uit 1673. Uit Japan. Nou, die heb ik niet gevonden. Ja, in Japan, in Tokio. Je hebt dieper gezocht. Mitsukoshi. Dat was de eerste, de oudste. Daar verkochten ze dus Japanse dingen natuurlijk. Ja, Japanse kimono's en zo. En koekjes. Dingen. En, ja. Nou, maar het is wel grappig, want ik realiseerde mezelf helemaal niet dat de warenhuizen een van de eerste plekken waren waar... dat mag ik helemaal niet aankomen. Waar je niet kon afdingen. Er waren vaste prijzen. Ja. Dus echt, daarvoor stonden mensen allemaal in winkels om ze allemaal gewoon af te dingen en zo. Maar dat was bij warenhuis helemaal niet, nee, dat kon niet aan de orde. Nee. Zeiden ze gewoon, sorry, maar we hebben gewoon vaste prijzen. Trouwens, eerst wat ik ooit heb... het enige... Moet ik ook even zeggen. Het enige wat ik ooit heb gejat... was bij de V&D. Ik ook. Jij ook wat heb jij gejat? Make-up, ja, dat is geen, is dat een heel veel voorkomend. Maar dat deden vriendinnen van mij. Ja, lijkt me echt of ik het nu zo afschuif op iemand. Ja, precies, die vriendinnen. Maar die zitten dat nou ook te vertellen van nee, wij niet, maar zij. Wij waren met iemand die van Hoes. Maar zij deden dat en ze zeiden, dat is echt heel makkelijk. Dan kan je gewoon zo, zeg maar, hè, dan heb je hier iets liggen. Ik ga nu tips geven, want het helemaal geen goed idee is. Maar ik ga het toch doen, want ik vond het zo grappig. Dan moet je dan gewoon zo in je mouw schuiven. Ja, dat deden heel veel. En ik dacht inderdaad, dat gaat makkelijk. Stom. En toen kwamen wij thuis, hadden we echt zo'n berg make-up. Oh. Ik heb daar nog jaren last van. Nee, dat ik dat gebruikt plezier heb. Het is niet dat ik het zomaar gejat en weggegooid heb. Ik heb het gewoon allemaal opgemaakt. Heb ik nog jaren last van gehad. Nee. Dat nee, gedaan, hoor. Nee, plezier van. Nee, plezier van gehad. Zeker. En nooit je niet opgepakt? Of, nee. Wat zou ik dat erg hebben gevonden? Nou, ik heb het ook daarna nooit meer gedaan. Ik weet dat ik op de fiets zat en dat ik dacht, ze zitten achter me aan. Ze hebben me natuurlijk gezien. En nou rijdt er iemand met de fiets achter me aan en zo. Ik dacht echt dat ik gesnapt zou worden. Ik heb dat wel een keer mogen spelen. En dat weet ik zeker dat ik dat hier een keer heb verteld. Bij Roosje en Wodkalaar mocht ik een keertje jatten in een winkel. Oh. Maar het rare was dat het precies hetzelfde gevoel geeft. Oh ja? Dat je denkt, oh, dat is echt, dit kan niet of zo. Terwijl, ja, het mocht nu. Ja. Maar het was wel grappig om een keer zo openlijk te kunnen doen. Ja, kleding. Rennen. Oh ja. Toen gingen we rennen door de PC. PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ja, echt heel grappig. Ja. Maar wat heb jij gejat? Nou nee, het was zo. Ik jatte iets omdat niet omdat ik het niet kon betalen. En ik jatte het ook niet omdat ik van jatten hield. Maar ik durfde gewoon niet met... Het was een boek en ik durfde niet meer naar de kassa. Hé, dat moet je even uitleggen. Ja. Het was... ik heel gek. Het was The Joys of Gay Sex. Oh. En ik dacht, ja, ik ben homo, denk ik. Maar ik wist gewoon, ja, in Tilburg. En we hadden wel een V&D, maar voor de rest waren we natuurlijk niet zo heel erg dingen. Dus en dat was een boek en dit ging helemaal... Dat was eigenlijk een homo voor dummies, zeg maar. Dus hoe en wat en zo. Maar ik dacht, ja, ik durf daar niet meer naar... Maar dat was best een dik boek. Dus moest ik in mijn broek stoppen. Ja, ik moest in mijn broek stoppen natuurlijk om het... maar ik was natuurlijk vrij klein... En vrij dik. Dus ik kon dus heel makkelijk. Dus ik kon het heel makkelijk zo in mijn broek stoppen. Heb je het aan de voorkant erin gestopt? Nee, weet je in de achterkant. Achter? Ja. Dus achter in mijn broek gestopt. En toen zo. Lekker de winkel gelopen. En toen op de fiets durfde ik het niet eruit te nemen natuurlijk. Tot ik helemaal in mijn kamer was. Want ik dacht, ja, ik kan niet daarvoor dingen. Ja, dat was echt. Maar het is het enige wat ik ooit gejat heb. Ik vind het een heel lief verhaal. Ja. En zielig. Ja, het heeft iets treurigs ook. Dat je denkt, goh, kom op. Maar ja, dat was toen zo. Je dacht toen van, ja... Want in Tilburg was het natuurlijk niet...
Ja, dat zal er wel zijn geweest, denk ik. Een COC en zo. Maar ik had er helemaal geen idee van, natuurlijk. Nee. Je ouders wisten het wel allemaal al. Van het COC? Die gaf jou een lijstje. Hé, lieverd, ben je hier al eens geweest? Want, nou, nee. Mijn ouders, ja, mijn ouders, kijk... Ik weet dat ik tegen mijn moeder vertelde. Mijn moeder toen ging huilen. Ik wist dat natuurlijk, maar ik had jou moeten helpen. Maar ik wist niet hoe. En ik wist niet hoe ik dat moest doen. Met, ja, dat ik het moest vragen of niet moest vragen. Of zeggen. Ik zeg, ah, het is allemaal goed, mam. Het is helemaal niet erg. Wat was toen? Toen was ik dus een paar weken geleden. En, nee, maar toen was ik, ik denk, 17 of zo. Zoiets dergelijks. En... dus dat vond ik eigenlijk ook allemaal prima. Ik weet ook niet hoe, als ze daar zelf over waren begonnen, hoe dat was geweest, zeg maar. Maar ja, het was niet een enorme shock of zo voor iedereen. Nee, dat was natuurlijk niet zo. Dus wat dat betreft, ja. En dat boek is het enige boek wat kan je iedereen aanbevelen. Ja, ik wou zeggen, was het een goed boek? Ja, ik ben echt heel goed erin geworden. In homo zijn. No. In homo zijn. Precies hoe je dat aan moet pakken. Maar mag ik vertellen over VND? Wat ik heel grappig vond. Over het personeelsbeleid daar. Ze hadden op een gegeven moment hadden ze internaten opgericht voor winkelmeisjes. Oh? Ja, want zo konden ze het personeel een beetje buiten werktijd in de gaten houden. Of ze wel naar de kerk gingen, bijvoorbeeld. Nee. Ja. Zo kregen ze namelijk een hele goede naam ook onder de katholieke families. Oh. En een hele grote toestroom van katholieke medewerkers. Dat wist ik helemaal niet. Wist ik ook niet. Wonderlijk, hè? Ja. Maar dat vind ik ook, het klinkt ook een beetje sectachtig. Het klinkt heel eng. Ja, ja, want als je daar dan helemaal in gaat en zo, dan is het moeilijk ook om... Nog. Ja. Precies. Maar goed. En ik bedacht me ineens, Dylan en Camille is natuurlijk ook eigenlijk een soort ware huis. Ja, dat van mijn schoonfamilie. Dat van je schoonfamilie, Dylan en Camille. Ik vond hem, als je zo... Dat bestaat nu bijna 50 jaar, dit jaar. De 50ste winkel komt in Nederland. Hij was wel heel vooruitstrevend met dat groene. Precies, groen zijn. Jouw schoonvader. Ja. Ja, ja, super knap. Ja, vind ik nu ook. Als een, ook. En ik vind het leuk. Ja, we zijn helemaal niet gesponsord. Dus nee. Dus hoeven verder niks nee, over te het is zeggen. Geen suikerroom suikertand. Maar ik vind het wel een geinige winkel ja, altijd om erheen te lopen. In Tilburg hebben we er ook een. Tuurlijk. Heeft maar wat heb geduurd. Je niet? Het heeft wel lang geduurd. Ja? Ja. Maar nu is hij er. Maar nu is hij er, ja. We hangen de vlag aan. Maar goed, we moeten sterren geven aan warenhuizen. Nou, denk dat ik al weet wat jij gaat geven. Nou, ik mag hopen 5. Maar hoeveel geef jij? Ja, dat snap ik. Maar toen dacht ik, zal ik dan... Ik ging nee, je heel moet gewoon doordenken. Helemaal vanuit jezelf denken, ja? wat is voor mij? 4,5. Ja, ik geef... Oeh, een verrassing. Leuk. Ja, ik vind warenhuis gewoon hartstikke heel leuk. Heel erg leuk. En ik vind het ook fijn dat je heel makkelijk dingen terug kan brengen. En ik vind het fijn dat ze bij dat Cortez d'Anglais hebben ze een soort kortingssysteem. Wat ik... Dat is altijd leuk. Ja, maar dan hebben ze op zich heel slim in elkaar zit dat. Dan koop je iets. En dan, als toerist kan je dat aanvragen. Kan je dat gaan halen bij de klantenservice. Krijg je 10% korting. Maar die korting die krijg je. Dus je koopt iets. Dit kost 10 euro. Dan koop ik dit. Dan staat er op die kaart 1 euro korting. Die krijg ik niet meteen. Nee, die krijg ik bij mijn volgende aankoop. Ja, en zo gaat dat dan heel de tijd maar door. Je denkt, ja. Ja, dus zullen je denkt toch maar weer keer, daar naartoe ja, maar gaan. Dus dan moeten we nou weer... Ja, echt zo. Eigenlijk heel irritant. Maar heel leuk. Oh. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik hou er wel van. Oké. Ja. Ja, bed and breakfast. Bed and voor breakfast. Liefde. God, ik zou het toch bijna vergeten, jongens. Maak me niet eens aan kijken. Wat was deze week voor jou? Ja, sorry, maar mogen we met Albert beginnen? Ja, Albert is natuurlijk walgelijk, vind ik. Ik vind hem echt verschrikkelijk. Ja. Ik vind dat hij wegging terwijl er iemand kwam. En dat er dan nog iemand komt. Ja. En dan komt Monique. Monique komt binnen en ik denk, ja, dat is er. Dat dacht ik. Ik dacht, dit wordt wat. Ja. Hij gaat haar leuk vinden. Ja. Ze heeft een beetje dat kinderlijke van Joyce. Een beetje. Toch wat volwassener. Ja. Het is een beetje dat naïvige, kijk ze af en toe. Ze vindt alles, ze vindt het ook grappig. Ja. Apart, hè, dat Albert er niet is. Ook wel grappig. Dat je denkt, waarom? Wat is er grappig aan? Ja, snap ik ook niet goed dat het grappig aan is. Zij vindt het grappig. Ja. En dan Albert. Oh mijn god. Ja, dan komt Albert en dan zij hangen echt aan zijn lippen. Zij zitten met z'n tweeën zo, echt het is net of ze allemaal iets te drinken krijgen. Waardoor ze een soort verslaving voelen voor deze man. Want dat kan toch niet als je daar zit. Water daar. Want dat moet. Want zij
Zij knoopt ook helemaal geen, geen dingen aan vast dat hij slecht omgaat met iemand anders. Dan denken zij, die ene, die wordt, hoe heet ze ook alweer, Sandra, die wordt weggestuurd. Terwijl, misschien 4 uur hebben ze elkaar gezien. Hij zegt, je zit in een andere fase. Slaat helemaal nergens op, heeft hij helemaal geen idee van. Daar staat die Monique dan zo'n beetje bij. Die hoort er dan van, oh, ga je naar huis? Ja, dat kan hij toch helemaal niet weten. En dan, oké, daag. Dan denkt zij zelf niet van, nou, deze man klopt helemaal niet. Nee, ze gaat zelfs, Sandra probeert het nog, hè? Hij is ook niet echt geïnteresseerd in jou, hoor. Dat vind ik wel een beetje. Dat vond Sandra wel een beetje. Ik had wel leuk. Dat ook zie nog even lekker aan de andere kantje. Ja. Vlak voordat je weggaat. Ja. Ik dacht, we kunnen niks over Sandra vertellen. Nee. Maar gelukkig kon dat nu wel. Zeker. Hij is ook echt niet in jou geïnteresseerd, Monique. Ja. Maar en dan zitten ze samen op een bank. Dus Albert en die... En Monique? Die, Sandra. Nog, ja. En dan zegt zij ook nog, zal ik thee zetten? Dat zal moment. Zal ik thee voor je gaan zetten? Ik kon het niet aan. Dat ik is toch verschrikkelijk? Ik wil zo'n Sandra, sorry dat ik je zo'n Sandra noem, maar echt vrouw, wat doe je? Ja, wat Kap doe je? Hiermee. Sowieso dat je daar gewoon die dagen bent blijven zitten, terwijl hij er niet was, vind ik al vreemd. Ja. Dan komt hij terug en dan gaat hij ook nog hele stomme dingen tegen je zeggen, van je zit in een andere levensfase. En, maar hij doet het ook allemaal zo, hè? Oh, ik vind het heel moeilijk. Dus oh, verschrikkelijk. Wat is normaal? Je doet net of je iemand gaat vertellen dat hij doodgaat. En hij denkt ook heel zijn dat hij een soort levenswijsheid heeft. Zo, mensen willen veiligheid. Ja, mensen willen veiligheid. En papi, hè? Dat is het belangrijkste. Oh, maar het is ook zo hetero-kitsch, vind ik daar. Oh, zo, dat is een goeie. Zo met een traan in zijn in zijn oog. Zo van, dat is belangrijk voor mij. Daarom ben ik in Spanje gewoon heel ver van mijn kinderen weg. Omdat ik dat zo belangrijk vind, ja. Jezus. Ja. Maar dan zegt hij ook nog, als zij dan weggaat, Sandra, dan is ze weg. En dan zegt hij nog in de camera, zo iemand gun je toch het beste. Dus je denkt, wat zeg je allemaal? Wat heb je voor triksten? Toch? Zegt hij dan ook nog. Dan denk ik, ja jongen. Echt verschrikkelijk. Ik denk, ben zo benieuwd hoe hij terugkijkt. Dat kan toch niet anders? Ja, ik vind hem heel vervelend. Nou, je had hem al de berg afgeduwd. Ja. Nou, ik geef een handje mee. Dus prima. Who's next? Ja, zeg maar. Nou, dan naar onze lieveling. Misschien even naar Robert-Jan. Robert-Jan. Louise. Ja, Robert-Jan die heeft nou dus Suzanne. Ja. Kijk, Louise is weg. Want Louise wist al heel veel van Schotland. En die had allemaal wind in de ogen. Dus die vond hij ook veel te serieus. Die was ook veel te serieus. Ik weet niet wat. En dan zit ze ook nog op dingetje te werken. Ik denk, wat ben je allemaal aan het doen daar? Ja, heel veel aan het werk. Ja, ze moet werken. Ja, vindt hij niet leuk. Nee, dat is heel duidelijk. Hij zegt, ze doet geen enkele moeite om mij te leren kennen. Ik vind dat hij zijn analyses zijn elke keer heel goed daarin. Ja. Ja, wij gaan een beetje, vind ik, met Robert-Jan om, zoals Anja met Peet omgaat. Alles is leuk en alles vinden is goed. Alles wel leuk. Wij leggen alles positief uit. Ja, klopt. Dus Robert-Jan kan niet veel fout doen. Nee, niet snel doen. Iets fout doen. Ik vind dat zo wonderlijk dat vrouwen dan gewoon in een auto gaan zitten wachten tot iemand de deur aan de andere kant open doet. Dat je denkt, ga je nou echt met z'n tweeën? Ja, hoor. Die kunnen het zelf niet gewoon zo doen. Die gaan gewoon zitten wachten tot ze eruit gelaten worden. Als een labrador. Ja. Echt zo dat ik denk, kom op. Dat is één keer prima, maar voor de rest ga je er gewoon zelf uit die auto. Zeker. Doen ze niet. Maar goed, Louise weet... Ja, dan komt Suzanne. Ja, Suzanne. En dan gaan ze kleiduif schieten. Ja, hoe vond je dat? Ja, ik vind dat ook weer... Ook weer leuk. Ook weer... Vinden we eigenlijk verschrikkelijk. Maar met Robert-Jan denk ik, ach wat leuk, kleiduif schieten. Ja, wil ik ook wel een keer met Robert-Jan. Wie wil het niet? Ja, hartstikke leuk. Ja. Wel raar vind ik dat Suzanne dan dat tweedjasje een oude manjasje vindt. Dat vind ik zo dom, vind ik zo raar. Ja, dat was gekkig. Ze heeft een beetje een raar... Maar zij is heel erg in de war. Ze is super nerveus. Ze vond ook heel fijn dat Louise er was. Want toen ze wegging had ze echt zoiets... Nou ben ik alleen. Lieverd, het is het doel. Jij wil een man vinden. Dus moet je blij zijn dat je lekker met z'n tweeën bent. Dan raak ze van in paniek. En Robert-Jan heeft besloten om echt nu door te pakken. Echt meer te zeggen. Van, ik vind jou leuk. Ja. En ik, hij is gaan jagen. Ja. En dat doet hij op zich natuurlijk weer prima. Dat vinden wij helemaal dat prima. Doet hij natuurlijk weer prima. Ja, ik heb ook helemaal geen commentaar. Nee, ik ook heb niet. Niks opgeschreven. Nee, ik ook ik vind niet. Het leuk dat hij er probeert te leren kennen. Ik vind in die lief. Buurt zijn er 4 restaurants. Okay. Ze kunnen naar de Dornock Castle Hotel. Ze kunnen naar Milk and Honey. Naar een café en een golfhotel.
en de Highland Larder. En dat is dat dingetje wat je bij het strand ziet. Ze gaan wel eens naar het strand toe. Ja. En dan zie je op de achtergrond zie je een soort tent staan of zo. Nou ja, er stond nu echt een echte tent. Maar daarnaast staat een soort gebouwtje. En daar kan je best lekker eten. Maar waar zijn zij dan een keer uit eten gegaan? Ik denk bij dat castle. Okay. Bij dat Dornoch Castle. Waar hij zij allemaal foto's van maakte. Ja. Wat hij een beetje vervelend vond. Ja, dat is zo grappig allemaal. Iemand die heel de tijd foto's van het eten maakt, vind ik ook irritant. Ja. Ja, ik kan ook niet zo goed tegen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat mag ik vind sowieso iemand die heel de dat doet hij bij Mirjam. Zullen we even naar Mirjam gaan dan? Ja, graag. Steve zit heel de tijd met foto's te maken. Nee, David. David, ja. David zit heel de tijd met foto's te maken. En dan nog foto met z'n tweeën. Oh. En dan nog een keer. En dan zo met je hand. En dan zo. En dan nog. En dan ook de hele tijd zeggen. En ze vindt het leuk. Ja. En ze vindt het allemaal zo leuk. Ze is zo onduidelijk. Oh. Nee, maar dat hij David denkt dat zij het allemaal leuk vindt. Maar ja, ze lacht ook om maar alles. Zij is zo onduidelijk, bedoel ik. Ja. Zij geeft niet aan. Hij kan ook denken dat zij het aan zegt. Want hij zit heel de zo lacht zij heel de tijd. Ja. En dan denkt hij van, och, ze heeft het, ze kicht van plezier. Ze heeft het echt naar de zin. Ja. Maar dat heeft ze niet. Nee. Ze begon wel dat ze zin had en leuk vond. Ja, het leek het ook even. Ik voelde me echt bij hem op mijn gemak. Dus de eerste waar ik dit zo dacht ik, oh. Ja. Was ook, ik ben elke keer verbaasd door haar, wat ze doet. Ook met Rick zegt ze, hoe zei ze dat nou? Lieve Rick. Ja, je bent een beetje als een, je moet het zien als een boeket bloemen. Oh ja. Elk bloemetje van jou is prachtig. Maar het boeket wat ik in het stalletje kies, zou niet die van jou zijn. Dat je denkt, ja. Wat zeg je nou weer? En dat vindt ze dan moeilijk. En Rick zag het volgens mij ook echt niet aankomen. En dan zegt Rick, oh, ik vind ze dapper. Ik vind ze dapper. Hoe je me afwijst. Maar daarna zegt hij ineens, nou, ik vond ook niet alles leuk aan haar. Toen dacht ik, toen vond hij ineens, zei hij allemaal, nou, ik had mijn hart ook nog wel een beetje dicht. En ik dacht ook wel af en toe, moa. Ja. Grappig, hè? Ja. Ja, en dan komen ze bij zo'n... Ik zou sowieso een beetje moe worden van Zuid-Afrika... wat betreft dat je overal mee moet dansen. Maar dan... Want dan komen ze gewoon bij een stalletje ergens langs de snelweg... en dan staan ze alweer te dansen en dan ga je mee dansen. En je denkt, jezus, ik wil gewoon even iets kopen. Laat me gewoon eventjes gewoon terug. Maar nee, dan gaan ze weer dansen. En dan gaat die David mee dansen. En die Mirjam danst niet mee, maar die Mirjam kan zich niet overgeven. Nee, zit dat helemaal is vast. Gewoon, daar zit het er al in. Ja. In zulke kleine dingen zit het. Kan niet dansen, kan het blouseje niet een knoopje open doen. Nee. Ja, dat blijf ik iedere week zeggen. Sorry, maar dat valt me elke keer. Denk, doe dat blouseje een knoopje open, lieverd. Ja. Geef jezelf lucht, ruimte. Ja, laat jezelf los. Ja, gewoon tot je navel, denk ik. Het is pittig, maar kan. Ja, nou ja, Mike kunnen we eigenlijk vrij met Kia. En Kia ligt een boek te lezen. Had je gezien welk boek dat was? Nee. Oh ja, want er was iets van dummies, toch? Nee, zij ligt een boek te lezen. Staat, de titel is Omringd door idioten. zo heet het. Zo heet het boek, ja. En maar weer een vervoersmiddel, hè? Want hij zit al op de Vespa, en de jetski, en de babybike en een auto. Alles. Hij neemt constant... Dan neemt hij er wel mee naar de kalfjes. Ja. Net een Satisfyer. Haha. Ja. Awkward. Ja. En het is een uurtje van Barcelona. Oh. Dat vond ik wel verrassend. Ja, echt best leuk. Ik ook leuk mee naar Barcelona gaan. En in Blanes hebben ze een hele mooie botanische tuin, zag ik. Daar heeft hij ook niet mee naartoe genomen. Wonderlijk allemaal. Belachelijk, hè? Ja. En dan zijn we bij de ontluikende ontluikende, ik weet niet, bij Thijs. Oh, ja. Ja. Wist het? Nou, ja. Ja. Kijk, José is gekomen en vertrokken. Die mocht één nacht even blijven slapen. Nee, hoeft de tas niet uit te pakken, José. Nee, José. Het is prima, leg je hond daar maar neer. En jezelf ook. Maar je mag morgen weer gaan. In die luxe tent die dan 750 euro per week kost. Ik vind er geen luxe tent, hoor, die ik zag. Ja, maar voor daar waarschijnlijk. En, maar dan ook al zegt hij, nee, maar dan ga ik dit nog even... Nee, dus dat hoeft voor mij niet. Als ik een bed heb en een tafel en zo. Het is ook allemaal zo van, nee, maak je mij... Ik slaap wel in de poep vanavond. Het is allemaal niet nodig. Ja, waarom laat je niet een beetje als een prinses behandelen als je daar dan komt? Je kan toch best wel zeggen, oh, nee, dat is wel lief, fijn. Ja. Leuk dat je ook gerekend hebt op iemand dat je even die tent eventjes... gezellig maakt. Kijk, dat hij niet zegt van, goh, blijf hier even koffie drinken. Precies. Dan ga ik al even de tent in orde maken. Maar dat zit gewoon niet zit er in niet bij Thijs, nee. Maar, en Yvonne wel afstand. Ja, maar wat ik raar vind, de hele tijd zie ik niks aan haar wat ze leuk vindt. Hij is overwhelming naar haar. Ja. En zij doet bij alles... Ja. En dan zegt ze zelf wel in een interview... er zijn allemaal dingen die verschillen. Onze levensvisies verschillen. Dan denk ik,
Nou, dat is dan vrij duidelijk. Ja. Maar goed, dus dan spannend. Ze gaat afstand nemen. Ja. In een of andere oude schuur gaat ze zitten. Want dan zag ze buiten en dan zit ze daar een nacht of zo. Ja. Eén nacht ook. Ja. Veel José gemist. Ja, jammer. Had ze ook al snel moeten zijn. Maar José weer 2 uur terug naar de eigen camping. En die Ruben en die Von zijn weer overal mee. Want dan lopen ze op een rommelmarkt. En dan leek het net of ze met z'n tweeën in de auto naartoe gingen. En wie zien we dan weer rondlopen? Snel, want Ruben en die Von pakken de leukste dingen. We moeten een beetje doorlopen. Wat trouwens wel raar was met dat trommeltje. Dan ziet zij een mooi trommeltje. Vindt zij heel leuk. Zet ook nog, zegt hij, een Y op van haar naam. Ja. Sorry, maar als ik een man ben en ik loop met een vrouw en hij is €2, wat doe je dan? Ja. Dan koop je toch dat trommeltje? Ja. Nee, dat doet hij allemaal niet. Gaan ze heel lang bakkeleien over dat trommeltje. Hij zegt, ik zou het niet doen. Dan zegt zij aan het eind, ik wil hem toch. Hier heb je €2. Oh ja. Ik vond het zo armoeig allemaal. Ik dacht, als dit nou is wat je een leuke vrouw vindt, koop dat fucking trommeltje voor haar. Ja. €2. Maar die vrouw, die ziet dat ook gebeuren. Die denkt, weet je wat, het is mooi met jou. Maar dat doet ze niet. En dan gaan ze elkaar weer zien. Ja. Dan haalt hij erop. Hij legt zijn hart nu wel echt op tafel. Ja, vind ik ook. Hij wil er. Ja. Hij gaat ervoor. En José, wat zei José toen ze wegging? Toen ze wegreed? Tot nooit meer. Nee, tot nooit. Oh, tot nooit. Dat vond ik ook zo goed, ja. Tot nooit. Maar ik ben dus wel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Want Yvonne geeft gewoon geen uitspraak nog. Nog steeds niet. Zijn dorp, daar wonen 109 mensen. 109 fucking mensen. Oh my god, dat is Jezus. Klein. En ze kunnen af en toe naar een watermolen. Dat er bij een punt. En een heel mooi, jawel. Oh. En er is een heel mooi natuurreservaat, ja. Hmm. En dan natuurlijk, ja, Anja. Ja, dat is toch wel mijn favoriet om naar haar te kijken, blikken. Moet ik eerlijk zeggen. Haar blikken zijn goud. Ja. Ze komen weer eens binnen. In de ochtend. En wat doen ze? Trippel, trippel, trippel. Die mannen lopen altijd naar binnen. Ja. Gaan aan tafel zitten zo met z'n tweeën. En zeggen ook, ik heb goed geslapen, zegt ze zelf. Weer. Ik heb weer goed geslapen, zegt ze dan zelf. En dan zie je Anja zo kijken. Oh, goh, ik ben gewoon weer een bed and breakfast aan het doen. En dan kijkt ze ook even in de camera. Ja. Dus ze kijkt dat zo even. Oh, dat is zo leuk. Ja. Daar moet ik heel erg om lachen. Maar goed, Anja kan zich ook niet laten gaan. Want die bemoeit zich overal mee. Dan moeten zij zo'n hoekje opruimen. Dan gaat ze constant zich daarmee bemoeien. Dan moet ze toch zelf ook doorhebben dat ze dat niet moet doen. Ja, dat zegt niemand, hè? Niet een van die mannen zegt ook, laat ons dat nou even doen. Ga naar binnen gewoon. Toch een beetje onder de indruk van haar. Ja, die durven gewoon niks te zeggen. Nee, en Peter kan het allemaal weer prima aan natuurlijk. Hè? Ja, want die Peter. Doet ook niet. Peter doet ook allemaal niet. Nee, en die zegt dan, weet je wat die zei? Ik heb meer van dit soort vrouwen gekend. Laat maar praten. Laat maar praten? Dat hoort Anja straks terug. Als ze het allemaal terug gaat kijken, dan denk ik, of nu? Nou, ik ben benieuwd wat ze dan van Petertje vindt. Maar ik moest wel heel erg lachen met de autorit. Ja. Dan zit zij heel de tijd zo. En te wachten tot er een gesprek zou gaan komen. Ja. Maar Peet zegt ook niks, hè? Niks, maar niks, het rare niks. Is dat bij Peet is het leuk. En is hij die zeeman en exotische op plek. Hij snapt me, hij voelt mij zo goed aan. Ja, helemaal hetzelfde tempo als Peet. Ja, Peet. Maar maar bij Gerard is het nou moet ik eerlijk zeggen, Gerard is ook echt. Maar dan wordt het ook echt niet. Jezus. Hij gaat voor de koken. Nou, daar heeft ze weer helemaal de hoop op gericht. Ja. Op dat koken. Dan, nou, dan zullen we samen gaan koken. Ja, Gerard gaat gewoon koken. Met die vis. Met die Majoraan? Nee, Marjolein. Nee. Erbovenop. Rozemarijn. Rozemarijn, Jezus. Ja, ik kan natuurlijk nog niet veel over zijn kookkunsten vertellen. Maar de courgetteschotel heeft in mijn keuken nog nooit zoveel rozemarijn ontmoet. Ongelooflijk, ja, het is ook zoveel rozemarijn. Dat is niet normaal. Maar en je zag ook dat het gewoon niet echt. En het leek wel of hij alleen die courgetteschotel had gemaakt en zij al het andere had gemaakt. Ja, zegt ze toch ook, vind je het leuk eruit zien? Ja hoor, prima. Dat is niet mijn ding. Ja, als het maar lekker is. En ik hou ook niet van heel bijzonder. Simpele smaken. Verschrikkelijk. Nee, ik vind het allemaal heel ongezellig. Dan zijn we bij Arno. Ja hoor. Ja, Arno is Henk Jan is er nu bijgekomen, 53. Ja, het is daar gewoon saai. Ja, ik vind het gewoon saai daar. Hij wordt ook wel steeds heftiger. Ja. Arno, toch? Ja. Hij wordt een beetje sterretje zo van, nou, ze komen allemaal voor mij en nou, laat maar zien dan. Ja. Denk ik, ja, en dan zegt hij wel in dat gesprek met die vriendin, ja, ik heb dit nog nooit gehad, zoveel aandacht, maar ja.
En hij gaat er ook nog weer terugtrekkende bewegingen maken. Van ik weet het allemaal niet. En dan vindt hij Niels alleen zo heel stoer als hij in zijn hemdje komt. Denk super oppervlakkig. Ja, dat is hij natuurlijk wel. Ja. Maar dan die nummer 4, die Henk Jan. Ja. Ja, die is helder denkend. Ja. Dus leuk voor jou waarschijnlijk ook. Zal wel een groot fan van Vita Kruid zijn. Helder denkend, wetend. Ik vind nergens iets van, zegt hij dan. Wat vind je daar van? Nou, ik vind nergens iets van. Ja. Ja. En dan zegt hij over hem. Ik vind wel dat Henk Jan heel onzeker is. Dat je moet gewoon lekker jezelf zijn, denk ik. Oh ja. En dat komt door jou. Jij doet echt heel onaardig tegen hem al. Het komt, dat wordt afgerekend overal op. Hij is super stom. Maar we sluiten natuurlijk af met... Ta-da-da-da. Iris! Ja, ach, Iris. De Griekse avond. I like nice crazy ones, zegt ze tegen de schoonmaak. Zegt ze, I like nice crazy ones. Nou, inderdaad. Want die Peter, die dans, als zij gaan dansen op die... Want eindelijk was de avond, hè, de bezoekenavond. Dus eindelijk was de grote Griekse avond. Ja, gelukkig had ze een kok, ze had een privékok. Ze had een privékok. Jannie. Oh, verschrikkelijk. Jannie, ja. Halfblote Jannie. Die al dacht, hij had bijna zijn huis in Nederland al verkocht. Want hij zou daar gaan wonen. Ja. Want hij ziet helemaal in. Ja, hij ziet helemaal voor dat zich. Dat dacht hij. Maar dan had hij niet op Peter gerekend. Want Peter in is helemaal hield op de voorgrond. Peter gaat ervoor. Zegt Jannie ook heel het is duidelijk iemand die het op de voorgrond wil. Ja. En hij kan dansen. Ja. En hij kan dansen, ja. Kan ik niet echt. Iris is een leuke meid, zegt hij, die Peter. Lekker vrolijk, lekker droog. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar... waar was nou ook nog een schipper gekomen? Vrouwen zijn zo van die op schippers. Ja, dat is heel romantisch of zo. Ja. Zout op een lijkt wel of boten, zeg maar, voor de volwassen vrouw zijn wat paarden voor jonge vrouwen. Weet je, meisjes en zo zijn allemaal romantisch. Paarden. Ouder worden, vinden ze boten, denk ik. Ja. Het is... Worden ze heel horny van. Ja, het is heel erg genadig. Anja gaat er van paal dansen. Ja. En ik niet prettig vind, is Peter heeft verschillende sokken aan. Ja. Irriteert je dat? Ja, dat vind ik echt, denk ik, jezus. Kom, ik zeg Peter, je bent... Hoe oud volwassen ben je. Ja, dat vind ik altijd zo gewild. Zo van, ik ben een lekker gekke man. Ja, maar dan gaat hij ook, met die sokken zag je ook, ging hij even die vriendin uitleggen hoe de bagata moest, de dans. Ja. Want je denkt, nou, ik heb nog nooit van een bagata gehoord en volgens mij niemand. Maar ze hebben wel gezoend. Ze hebben zeker gezoend, dus zonder camera, met die auto. Nee, met zijn foto's van gemaakt. Ook. Ja, dat is waar. Er zijn wel foto's van gemaakt. Ja, dus ik dacht, daar heeft dus iemand anders... Ja, wie was daar dan foto weer bij? Moeten maken. Dus die hebben gezegd, ja, nee, maar zou je nog even... En dan gaan we bij elkaar kussen. Zo is het gegaan. Nee, hij heeft haar wel overvallen, want dat doet hij. En dat vindt ze zo leuk. Nee, heeft hij niet overvallen. Dat. De kussen was echt dat ze alle twee wilden. Zeker. Oh. Want anders krijg je er niet voor elkaar met een foto. Ja. Nee, na het feest kwam ze natuurlijk die ochtend, dat vond ik ook wel weer grappig, kwam ze dus naar beneden en toen zei ze, hey Peter, heb je kunnen ontbijten? Dacht, nou, tegen wie heb je dat nou ooit gezegd? Wil je koffie? Ja. Ze dacht, ik ben heel geïnteresseerd in hem. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nee, ze is heel geïnteresseerd. En toen zij dus samen gingen dansen en toen die Peter zei van ja, ze laat zich niet sturen. Het vrouwtje blijft graag in eigen controle, zegt hij dan. Het vrouwtje blijft graag in eigen controle. Het werd zelfs een beetje gevaarlijk. Want Iris dribbelde alle kanten op. Ze schopte me zelfs een paar keer. Ja, en ik moet als danser natuurlijk niet geblesseerd raken. Oh, moeten we ook even weten. Ja. Van een paar pasjes. Ja, alsof hij nog een hele glanzende carrière heeft. En dan gaat Jannie, die ook... Ja, ik had iets heel leuks gepland met jou... om te gaan lunchen en echt een verrassing op het einde. Op een maar boot. Dat ga ik nou niet doen. Want het is allemaal veranderd. En zij kan niet nalaten. Zij kan dus niet weet wat de verrassing was. Nee, en daarna gaat ze ook nog zeggen... maar kunnen we die met z'n drieën doen? Ja. Dat je echt denkt, Iris, je bent echt een kleuter. Je moet nou gewoon je mond houden. Nee, het gaat niet door. Ja. En had je ook gezien hoe verbolgen ze was over de rommel die Jannie had gemaakt? Ja, hij zal een beetje moe geweest zijn. Ja. Maar hij kan lekker koken. Geen man meer die van koken houdt. Nee. Denk je, nee, dat is duidelijk, Jan. Je mag naar huis. Ja, Jannie mag naar huis. En Jannie zegt dan zelf, paradijsvogel is nog steeds een paradijsvogel. Ze zit alleen even op een ander takje. Oh, het is allemaal zo snel. Ja, maar ik kan me wel helemaal voorstellen. En dan sluiten we af. Ja. Dat het tegenvalt. Dat hij dacht, ik ben er.
de ook een beetje wat die Peet zegt bij Anja, van de haven is in zicht. Ja. Ik ben er eigenlijk al. Ja, dat is opvallend, dat die mannen echt denken, ja, kan de koffers echt niet uit gaan pakken. En dan gaat het toch niet door. Nee. Ja, nee, heel moeilijk. Dan de suikeroom. Gaan we naar de suikeroom. En de suikeroom is Duvel. Duveltje. Je kent het wel. Het ja, ben jij een hond- of kattenmens? Kattenmens. Jij een kattenmens? Ja, ja, ik ben een kattenmens. Ja. En jij? Ik ben een hondenmens. Ja, ja, dat weet ik toch. Die dag, een dag, hè, had je een hond. Ja, ja, nee, maar ik vind de honden heel leuk. Ja, dat mag ook. Dat mag. Ja, dat is fijn. Vind ik hartstikke leuk. Maar waarom vraag je aan mij of ik een hond- of kattenmens ben? Nou, het is eigenlijk... Duvel heeft elk jaar een limited edition designer glas... die ze uitbrengen samen met de kunstenaar. Ah. En dit keer is de kunstenaar Iwan Smit... heeft het glas ontworpen. Het zijn twee verschillende glazen. Dus één met de mythische katten en één met brutale honden. Nou ja, het is wel grappig. Want het komt inderdaad op dating apps ook wel vaak voor, die vraag. Ben je een hond- of een kattenmens? Maar ja, dating app. We moeten gewoon een gesprek voeren in de kroeg. Want de echte verbinding maak je in de echte wereld. En niet meer op een app. Zeker. Maar daarom heeft Iwan deze vraag dus in de echte wereld geplaatst op het duvelglas. Ja. En ter ere van deze gedachte open Duvel stamtafels in kroegen door heel het land. Bijvoorbeeld... Dordrecht, zal het niet waar zijn? Tilburg! Ja! Ja! Hoe leuk is dat? Ja, en hier krijg je dan de Duvel in een van de nieuwe glazen. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Meteen een leuke ijsbreker als je een nieuwe date hebt. Een biertje met een oude vriend kan natuurlijk ook. Of allerlei andere nieuwe ontmoetingen. Ja, dus kijk nou snel op duvel.nl/Iwan Smit met een T. Dus duvel.nl/Iwan Smit. Voor meer informatie over designerglazen en voor een duvelstamtafel bij u in de buurt. Ja, en deze nieuwe designerglazen versterken echte offline verbindingen. Dus rest ons alleen nog om te zeggen... Proost! Verbind jij daar conclusies aan dat iemand een hondenmens is? Of een kattenmens? Nee, dat niet. Maar ik vind wel, als een man alleen maar zegt... ik wil alleen maar met die hond en labberend met die hond op foto's... dan denk ik, oef, dat vind ik wel heel intens. Oh, oké. Okay. Van die foto's, dat is helemaal zo... Ja, ja, ik heb ja. Mijn hond en denk, ik heb ooit zo met iemand gedaten. Dat ik de hele tijd dacht, is dit serieus nu? Dat ik nu naast jou zit en jij zit alleen maar met die hond zo... En ik dacht... Oh. Ja. Ja, dat is natuurlijk dat niet vind ik fris. Wel een beetje onsmakelijk. Ja, dat maar zou ik ook vinden als je dat met een kat deed. Dus, ja. Dat zie je niet veel met een kat. Nee. Tongen met een kat. Nee, maar dat is helemaal zo... Nee. Helemaal zo, nee, nee, nee. Ja, dan gaan we het inloopuurtje. En het inloopuurtje is deze. Beste Mark, Marie en Isa, mijn probleem is als volgt. Ik zet me in als vrijwilliger. Wie niet? Ik zet me in als vrijwilliger. Ik ben ook buiten werk bevriend met het hoofd van deze VZW. En VZW betekent... Vereniging zonder winst. Ja. Oogmerk. Oogmerk, wisten wij niet. Ik wil echt ophouden met dit vrijwilligerswerk, want deze persoon vraagt zoveel van me, permanente beschikbaarheid, et cetera, en houdt geen rekening met mijn persoonlijke leven. Ik durf het alleen niet aan te kaarten, want eerdere noodkreten hebben niks opgeleverd. Wat kan ik doen? Dit is zo lastig. Ten eerste vind ik het super jammer dat je moet stoppen, want het is natuurlijk hartstikke mooi dat je vrijwilligerswerk doet. Hè? Maar en raar dat ze daar niet goed mee omgaan. Ja. Maar ja, dan kom je dus in die ingewikkelde wereld van vriendschap / werkgever. Ja. Het is toch je basiszin, als ik het goed begrijp, hè? Het hoofd. Ja. Ja, dat is echt niet makkelijk. Ja, als ik het belangrijk zou vinden, zou ik zeggen, lieverd, ik ga toch even op papier zetten hoe ik het zie. Ik vind het echt namelijk... maar dat zou ik toch doen. Want ik heb een paar keer gevraagd. En misschien doe ik het niet duidelijk. Maar ik vind onze vriendschap superleuk. Maar ik heb wel het gevoel dat dit nu allemaal een beetje wordt van... ja, maar dan moet ik maar alles doen. Maar ik kan blijkbaar niet zo goed voor mezelf de nee zeggen. Of de grenzen voelen. Dus ik zou het heel fijn vinden als we die samen kunnen gaan bepalen. Want ik heb ook een eigen leven. En dan ben ik nu eventjes dat hoofd. En dan zeg ik, oh, dus je wil daar gewoon blijven werken. Als het op die manier kan, dan wel. Ja, maar ik... Ja, maar, kijk. Want degene wil nog wel door blijven werken als het anders zou zijn. Dat weet ik niet. Oh, zo vat jij het op. Oké, dus dan moet ze inderdaad een gesprek... Ik zou niks op papier zetten. Nee, vind je het moeilijk? Nou, op papier zetten is echt... Misschien na het gesprek op papier zetten, de afspraken. Ja, misschien dat. Het blijft zo op papier staan en het blijft zo...
als iemand dat alleen gaat zitten lezen, bijvoorbeeld als jij er niet bij bent, dan komen er invullingen en dan gaan mensen iets... Absoluut snap je? Waar. Dus dat is bij op papier, dat is bij sms'en ook altijd veel moeilijker. Dus daar zou ik, dat zou ik proberen om dat niet echt te doen. Maar ik zou wel met haar of met hem een keer een informeel kop koffie gaan drinken en zeggen van eigenlijk dit gewoon het neerleggen. Ik heb het al een paar keer ik duidelijk gemaakt, maar misschien ben ik niet duidelijk, want dat kan natuurlijk. Dat is altijd het probleem dat je zelf denkt, hé, maar ik heb toch heel vaak al iets gezegd, maar het wordt niet gehoord. Ja, misschien heb je toch op een andere manier heb je gehoopt dat iemand het zo oppakt. Ja. Dat is vaak wel wat er aan de hand is. Nee, want dat is even terug naar Miriam in Zuid-Afrika. Dat is precies hetzelfde probleem. Die David maakt veel te veel complimenten. Dat vindt zij. Dan vindt zij eigenlijk dat hij dat vanzelf moet weten en dat moet veranderen. Dat en als niet. Hij dat niet doet, dan is een. Terwijl zij zou ook kunnen zeggen. Zij zou in plaats van te kunnen lachen, ook een keer kunnen zeggen, nou, ik wou een beetje verlegen van al die complimenten. Misschien moet je daar gewoon mee ophouden. Ja. Maar dat doet ze niet. Dus daarom is het goed, denk ik, om eigenlijk precies zoals het zoals hier het probleem staat, beschreven is, het zo neerleggen op tafel bij de ander. Ja. Want het is echt jammer, want dat betekent dat ik ga stoppen met iets wat ik heel erg leuk vind. Ja. En waar ik volgens mij goed in ben, want je vraagt me steeds vaker. En ze hebben een vriendschap, dus in principe vindt zij die ander ook leuk. Ja. Of hij. Dus je kan het eigenlijk gewoon zo op tafel leggen. Maar heel veel mensen vinden dat heel eng. En dat snap ik. Dat is ook een onzekerheid om te zeggen, kan ik dat maken? Maar ja, dat betekent als je dat niet doet, het gesprek aangaat, papier of whatever, dat je dan loopt het dus zo dat je wegloopt van iets. En dan kom je het ergens anders ook weer tegen. Dus ik denk inderdaad op ons advies, ga het gesprek aan. Ja, en dan moet je niet dat gesprek beginnen met van ik vind het heel ingewikkeld om te zeggen, oh wat is het toch moeilijk, oh nou ik ga het toch zeggen. Want dan gaat iemand van allerhande dingen al vooraf dat je iets hebt gezegd al invullen. Dus je moet eigenlijk gewoon meteen beginnen met waar dit over gaat. En dat heb je heel goed op papier gezet. Dus dat kan je. Ja. Succes daarmee. Ja. Nou ja, heel veel succes daarmee. Wij zien elkaar sowieso volgende week. En als je naar Podimo wil, want die heeft komende week, hebben wij het over... De Schaar. De Schaar. En we wandelen natuurlijk lekker vrolijk verder door mijn liefdesland. Nou. En we hebben natuurlijk altijd een heilige. En altijd een heilige. Dus klik op de link hieronder en dan kan je daar lekker mee luisteren. Ja, want ik hoorde bij media meiden die zeiden van nee, je kan alleen bij ons 30 dagen, via onze link kan je alleen maar 30 dagen gratis. Nee, maar dat hoor, is echt dat is niet, helemaal hoor. Niet waar. Dat kan ook gewoon bij ons. Dus dat Zeker. Is gewoon puur gelogen. Oké, tot volgende week. Dag.